Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Mijn ouders zijn op latere leeftijd tot geloof gekomen. En het was voor ons iets wat gewoon heel belangrijk was in ons gezin. Wij gingen met elkaar iedere zondag naar de kerk. En ja, ik heb eigenlijk in mijn leven nooit zoiets gehad van het is niet waar. Of dat ik zoiets had van dat ik twijfelde of dat wat er in de Bijbel stond wel waar was. Of dat God wel bestond. Maar toen ik echt een jaar of 18, 20 werd, dat je er meer bewuster ook mee bezig gaat. Dat er wel momenten zijn geweest, bijvoorbeeld in een dienst, dat je echt zoiets had van ja, ik moet echt mijn leven toewijden. Toen heb ik ook wel echt die keuze gemaakt van nou Heer, wat wil u dat ik met mijn leven ga doen? Ik denk niet dat, of ik ervaar het niet zo dat het arts zijn een echte roeping van mij is. De medische wereld was wel iets wat mij interesseerde. Mijn vader, toen ik zelf jong was, was mijn vader ziek. Die was nierpatiënt. Dus wij kwamen ook wel regelmatig in het ziekenhuis. En ja, het wereldje intrigeerde me wel. Maar ik heb niet heel erg ervaren van, oh, dit is mijn roeping om nu dokter te worden en daarmee bijvoorbeeld getuige te kunnen zijn. Want ik geloof dat je dat op heel veel andere manieren ook kan doen. Nou, zoals ik al zei, mijn vader was op vrij jonge leeftijd. Toen ik zelf vrij jong was, was mijn vader is die ziek geworden. Hij was nierpatiënt. Aan de andere kant was mijn vader ook iemand die een rotsvast vertrouwen had op God. Dus ook in zijn ziekte. En hij kon ook gewoon echt verlangen naar Jezus. Ik word nu emotioneel, maar hij kon haast niet praten over Jezus zonder emotioneel te worden, zonder geraakt te zijn. En dat, ik denk dat dat ook wel iets, ja, als je dat ziet bij je vader, dat je dat ziet bij iemand, dat maakt dat ook echt. Jezus navolgen voor mij is, dat begint eigenlijk in de kleine dingen al in overdag. Dat ik aan het begin van de dag, mijn dag bewust begin met God. En daarin ben ik zo afhankelijk van Hem in wat ik doe. Maar ook het verlangen om Hem daarin te volgen en Hem te dienen en een getuige te zijn. Dat mensen God door mij heen mogen zien. Het single zijn voor mij betekent in ieder geval niet van ik ben ongelukkig. Ik ben nooit getrouwd geweest. Dat heeft natuurlijk ook zijn momenten dat ik het niet prettig vind. Als ik hier bijvoorbeeld in de kerk inderdaad, als er het volgende huwelijk aangekondigd wordt, dat vind ik soms wel eens lastig. Dat je denkt van de volgende die gaat trouwen, zou dat voor mij ook nog ooit een keer gebeuren? Ik heb ook wel een tijd gehad dat ik er eigenlijk niet voor bad, omdat ik dacht van ja, maar God weet het wel dat ik graag een partner wil. En dat heb ik op een gegeven moment wel geleerd dat het zo niet werkt. God wil graag dat we aan Hem zeggen van wat er in ons hart leeft en dat we die verlangens ook naar Hem uitspreken. Ik ben 3 jaar geleden voor een half jaar naar het buitenland geweest. Hoe rijk me dat heeft gemaakt en hoe ik daarin ook weer heb mogen groeien in mijn relatie met God. En dan ben ik eigenlijk een heel tevreden mens en dan sta ik ervoor open als er iemand komt in mijn leven. Maar is het zo ook goed en is mijn geluk niet afhankelijk van het wel of niet hebben van een partner?